Nou, dat zou ik graag met u willen delen, maar dat weet ik nog niet. We hadden wel verwacht dat de gemeente Altena inmiddels wist hoeveel kandidaten hebben gesolliciteerd voor de nieuwe burgemeestersfunctie in Altena. Maar niets is minder waar. De sollicitatieprocedure is nog maar net afgerond, althans niet afgerond. De inzendtermijn voor de brieven. De commissaris is dat nu aan het inventariseren. En wij denken dat we met ongeveer een week zullen wij horen hoeveel sollicitanten er zullen zijn. En ook wat hun achtergrond is. Dat is het enige wat we horen. En of ze man of vrouw, hoeveel mannen of vrouwen er zijn. Theo Meiboom is voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Samen met een aantal andere leden gaat deze commissie straks de sollicitatiegesprekken voeren. Daar zit een heel strak tijdschema aan vast. Wij gaan te zijner tijd, hè, de eerste selectie die gebeurt door de commissaris. Dus die gaat die brieven kijken of dat de sollicitanten ook benoembaar zijn. Dan maakt hij een eerste selectie. Dan worden wij uitgenodigd. Die data staan allemaal al in onze agendas gegrift. Dan worden wij op het provinciehuis verwacht. Dan gaan wij als voltallige vertrouwenscommissie gaan wij alle brieven lezen en wij gaan dan ook een selectie maken. Aan het einde van die dag dan gaan we met de commissaris in gesprek en dan zal er een definitieve selectie worden gemaakt van de kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En hoeveel kandidaten zullen dat dan worden? Nou, de commissaris die heeft hier ook in de raad ook aangegeven dat hij verwacht, en op grond natuurlijk van de ervaring die hij daarin heeft, dat zullen er tussen de 20 en de 30 brieven zijn. Maar goed, die mensen worden niet allemaal uitgenodigd, dat mogen ook duidelijk zijn. En hoe wordt die schifting dan gemaakt? Nou, die schifting die wordt gemaakt, er wordt en door de commissaris en ook door de vertrouwenscommissie apart, wordt er gekeken naar of welke kandidaten het beste in het profielschets passen. En dan hopen we dat er een behapbaar deel overblijft. Dus, en met behapbaar bedoel ik ja, misschien 6 of 7 kandidaten, waar we dan gesprekken mee gaan voeren. En vinden die gesprekken hier in het gemeentehuis plaats? Nee, die gaan hier niet in het gemeentehuis plaatsvinden, nee. En als u de volgende vraag is, waar gaan ze wel plaatsvinden, dan ga ik u dat niet zeggen. En wat is een vraag waar u, maar misschien ook uw medekandidaten in de vertrouwenscommissie, hoe dan ook een antwoord op willen krijgen? Ja, er zijn zoveel vragen tollen er nu door mijn hoofd. Noem er eens één. Nou ja, hoe denkt u als burger, echt als burgervader, want dat is echt wat er in die profielschets en ook wat we van de inwoners hebben gekregen, moet iemand zijn die midden in de samenleving staat, hè, bij lief en leed. En nou ja, dat zal een van de vragen zijn, en wel een prangende vraag, hoe denkt u dat in te gaan vullen? Ja. En heeft u wellicht uit uw eigen partij of van andere mensen hier uit Altena gehoord dat ze hebben gesolliciteerd? Nee, dat heb ik niet gehoord. En al zou ik het gehoord hebben, zou ik het u niet zeggen. Nee. Wanneer verwacht u uiteindelijk een kandidaat te presenteren? Wij verwachten dat we rond 1 december de nieuwe burgervader of burgermoeder van Altena te kunnen presenteren. Wordt het misschien een vrouw? Of toch een man? We moeten even geduld hebben voor waarnemend burgemeester Frenzel aftreedt en we weten wie de eerste burgemeester van Altena wordt.